Ik ga. Het is 12 uur toch? Goedemiddag allemaal. Het is Papa India 4 Victor Golf Zulu. PI 4 VGZ, Vereniging Zion VRZA, afdeling het Gooi. Regio 15, afdeling 27. En we gaan de ronde doen van 8 november 2012. Nee, 15. Oh ja, lekker. Ja, ik zie een 12 komen. Nou ja, goed. wat gaan we doen? We gaan een gedeelte. Nieuwe schaling doen, daarna natuurlijk de Gooise ronde en daar zit een onderwerp in. Ja, dan begin ik eigenlijk zo direct meteen mee. Want er gaat nog wat dingetjes fout. maar goed, dat is een andere zaak. In ieder geval, gisteren heb ik gehoord dat de dag van de Veron, de Verondag is geweest. Zo zegt de heer Remy Denker, de voorzitter van de Veron, noemt het tegenwoordig de Verondag. In een interview in de Telegraaf, in een heel leuk stukje, in de Telegraaf over de dag van de radioamateur gezien. Leuk om te weten dat toch een leuk interviewtje in de krant. Alleen jammer dat het weer de Verondag en niet de dag van de radioamateur wordt genoemd. Maar blijkbaar vindt de Veron alleen maar de Veronleden belangrijk en de VZA-leden niet. Nou ja, blijkbaar. Ja, laat maar. Goed, we gaan beginnen met de nieuwsgading. En dan gaan we natuurlijk met de agenda beginnen. En er staat wat op de agenda. Voor aankomende donderdagavond hebben ze namelijk op de knutselavond wat bedacht. En dat is logisch, want er gaat wat komen. En daar hoor goed wat ik daar zeg. Er gaat wat komen. Dat is nog niet zo. En helaas, iedereen. Is er eigenlijk op dit moment aan het vergissen, maar ik ga proberen er duidelijkheid in te geven. Want er worden op dit moment zoveel illegale QSO's gemaakt, dat wilt u niet weten. Maar dat is natuurlijk op de nieuwe 60 meter band. En aankomende donderdagavond, 12 november, is er een 60 meter ombouwavond. En dan lees ik eventjes een stukje van PI4RCG, en dat staat op de hoofdpagina, wat er staat geschreven. En er staat wat in wat niet helemaal klopt. Want er staat nu de 60 meter band in Nederland is vrijgegeven. Daar moet ik meteen bij zeggen, dat staat hier als kopstuk, het klopt niet. Maar daar ga ik zo over duidelijk over geven. Wil je natuurlijk zo snel mogelijk kunnen werken op de nieuwe amateurband. De Radioclub het Gooi organiseert daarom aankomende donderdagavond 12 november... een 60 meter ombouwavond. Heb je een moderne transceiver die het wel kan, maar is geblokkeerd voor de 60 meter band door middel van een diodematrix of een 0 ohm weerstand en je durft ze zelfs niet aan te sleutelen aan je zetje, dan kun je op de club komen om de nodige modificatie aan te brengen. In onze laboratorium suite beschikken we over een SMD reworkstation en de nodige soldeerboutjes. Je moet wel de nodige ombouwgegevens van je transceiver meenemen en denk goed na wanneer je setje nog in garantie zit. Want deze zou kunnen vervallen na deze modificatie. Dan staat er, heel groot, 60 meter band open voor radiozendamateurs. Helaas. Heren F amateurs, het is nog niet zo ver. Ik zal eventjes een stuk van een agentschap Telecom voorlezen, want daarvoor geeft het een klein stukje duidelijkheid. De 5 megahertz band binnenkort ook voor radiozendamateurs met een F-registratie. Binnenkort mogen radiozendamateurs met een F-registratie ook gebruik maken van 5.350 tot 5.450 kHz band, oftewel de 60 meter. Deze wijziging is al opgenomen in het Nationaal Frequentieplan dat gisteren in de Staatsgoedrand is gepubliceerd. De band mag gebruikt worden zodra de regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 is aangepast.
Radio Sint-amateurs hoeven hiervoor zelf niets te doen. De wijziging is voorbereid en hij gaat naar verwachting binnen 2 weken in. Gebruik is op secundaire basis alleen Radio Sint-amateurs met een F-registratie. Dus hoort goed. Het mag nog niet. Het gaat nog zeker 2 weken duren voor de 60 meter band mag gebruikt worden. Doe het niet, alle verbindingen die hier gemaakt zijn, zijn illegaal. En er worden op dit moment heel veel verbindingen gemaakt. Het is natuurlijk leuk om een nieuwe band te hebben om te experimenteren. Maar het mag gewoon nog niet. Goed, gaan we even naar het overige nieuws. Want ja, daar gaan nog wat dingetjes gebeuren. Want in november bestaat de VRZA ondertussen alweer 64 jaar. En dat wordt weer gevierd met een VRZA QSO party. En dat wordt gehouden op 22 november 2015. Voor deze bijzondere gelegenheid wijken we af van regels zoals uitsluitend op 2 meter en 40 meter werken. In de bandsegmenten 7.60 tot 7.1 en in de hele 2 meter band. De QSO party is van 2 uur tot en met 5 uur lokale tijd. En er wordt natuurlijk gevraagd om wat los in te sturen. Dit is PE4 VGZ Papa India 4 Victor Golf Zulu. Nou, dan kom ik eventjes aan wat DX nieuws of wat DX tipjes voor speciale stations die er gewerkt kunnen worden. Begin ik met Oscar Hotel 2 Bravo Alpha Delta en Oscar Hotel 1 Mike Alpha. Die is tot 10 november, dus nog 2 dagen, op Aruba met de calls Papa 4 Oscar Mike Hotel en Papa 4 / Oscar Hotel 1 Mike Alpha. Ze zijn te vinden op alle HF-banden in CW, SSB, FTTY. QSL kan naar Oscar Hotel 2, Bravo Alpha Delta of via Logbook of the World. Dan zijn Kilo 3 Papa Lima Victor en Kilo 8 Papa Tango tot 11 november te vinden op het eiland Jersey met de prefix Mike Juliet. Ze zijn in de lucht van 160 meter tot 10 meter in SSB, CW, FTTY en QSL via Logbook of the World. Iets verder verhuisd, Juliet Alpha 8 Victor Echo en Juliet Foxtrot 1 Oscar Charlie Quebec tot 11 november in Vietnam. Ze zitten op het eiland Pukwik en gebruiken de calls 3 Whiskey 4 Victor Echo en 3 Whiskey 4 Victor X-ray. En die is gewerkt al hier. Je vindt ze op 160 meter tot 6 meter in CW, SSB, FTTY en QSL via de desbetreffende homecall. Dan als laatste, Alpha India 5 Papa, Kilo 3 Echo Whiskey, Kilo Echo 5 Foxtrot November Alpha en Whiskey 3 November Romeo Juliet. Tot 12 november zijn deze te vinden op Montserrat. Met de calls Victor Papa 2 Mike X-ray Papa, Victor Papa 2 Mike Echo Whiskey, Victor Papa 2 Mike Romeo Lima en Victor Papa 2 Mike Victor India. Je vindt ze op 80 meter tot en met 6 meter in alle modus QSL via de desbetreffende homecall. Dit is PI4 VGZ Papa India 4 Victor Golf Zulu. Nou, dat was de nieuwsraad voor deze week. Dat betekent dat ik de microfoon zo ga loslaten en ga luisteren voor e-melders op 2 meter. Met natuurlijk nog een keer van let op alle stations, alle F-amateurs die zo graag op de 60 meter band willen. Voorlopig mag het nog niet. Goed, dit is PI4 VGZ en die luistert voor e-melders op 2 meter. PH4X. PH, hold my question. Ja, ik hoor PH4X. Oh. Dan moet ik Randy wel goed noteren. PH4X. En ik hoorde PA0 Mike Whiskey, beide nog niet voor de presentie. Er zijn er nog meer. 3 BHP met de P, goedemorgen. Een goede dag, Rico, PA3 BHP. Voor de presentielijst zijn er nog meer. Papa Alpha 1, Romeo Oscar November. Met een beetje Berend.
Goeiedag Ron, ook jij voor de presentielijst genoteerd. Zijn er nog meer? Dit is PU4VGZ, u luistert. Goedemiddag Berend, dit is Papa Echo in Papa Hart. Ik doe voor de presentielijst, sorry voor de storing op de achtergrond. Maar dat kan gebeuren, hè? P1, PKB. Voor de presentielijst, zijn er nog meer? Papa Echo 1, Hotel Alpha Uniform met het bekende sterretje. Ja, ik was al vergeten. P1, Hotel Alpha Uniform met het sterretje. Zijn er nog meer? PD0HOD. Goeiedag Tom, PD0HOD. Voor de P, zijn er nog meer? PA5TIG. Goeiedag Johan, PA5TIG. Zijn er nog meer? Goeiedag John, PA0ETE. Voor de lijst, zijn er nog meer? BSP4V, zit er luister. Papa Echo 1 Kilo Charlie, ik zei iedereen een goede middag voor de P. Papa 1 KCX voor de presentielijst. Zijn er nog meer? Nee, eerst eventjes stil, dan ga ik snel boven naar de lijst beginnen. Ik heb nog wat mensen die meedoen in de lijst. En dan beginnen we bij Jacques. PA2JAC, PI4VGZ over. Ja, PI4VGZ, PA2JAC. Ja, die 60 meter band. Ja, ik dacht altijd dat als het in de staatscourant stond, dat het dan meteen inging. Maar dat is blijkbaar niet het geval. Dus het is wel goed om dat even te noemen in je ronde. Daarvoor dank. Ik was eigenlijk ook wel even benieuwd of er inmiddels al iets wat bekend was over eventuele opvolging voor jouw ronde, voor de VGZ-ronde. Voor de rest, 60 meter, ja, ik wil er wel eens naar gaan kijken, maar ik heb nog eens even zitten kijken, maar mijn antenne blijkt het toch niet te doen daar, dus ik moet daar toch iets anders voor gaan verzinnen, dus misschien dat ik daar misschien een soort endvetje voor ga maken of iets dergelijks, alleen maar voor de 60 meter band. Dus daar gaan we eens naar kijken. Voor de rest weinig bijzonderheden, Berend. Dus ik geef de microfoon snel weer retour. PI4VGZ, PA2EAC. Ja, zeker, Jack. Ja, nou, mijn transievertje doet het daar wel. Mijn antenne doet het ook daar. Dat heb ik natuurlijk heel stout al gecontroleerd als groot piraat. Maar je hoort ook wel wat signalen erop, moet je eerlijk zeggen. Ik hoor zelfs nog wat andere stations erop. Ja, hij is eigenlijk nu weg. Het weatherstation is weg op 5450. Kom ze. Op 5450 is dit. En dat is een weatherstation nog steeds, hè. Maar nee, het is wel gepubliceerd in de Staatscourant. En daar heeft ook bij gestaan dat het samen met het Nationale Frequentieplan dan pas wordt geïmplementeerd. En aangezien dat er over 2 weken klaar is, hebben ze eigenlijk een beetje vergaloppeerd bij Agentschap Telecom. Maar helaas moeten we nog 2 weken wachten. En over opvolging voor de rondeleider, ja, ik hoor daar helemaal niks over. Ik heb gevraagd, stuur eventueel een e-mailtje of wat dan ook. Ik hoor nog helemaal niks, dus ik ben bang dat het 29 november het einde is, Jacques. Dat zou jammer zijn, hè. Ja. Nou ja, we zullen het allemaal zien, Berend. Misschien dat er spontaan iemand opstaat en anders dan niet. Ja, het is niet anders. Nee, daarom. Het is niet anders. Ik heb het er heel lang gedaan en veel plezier aan beleefd. Maar het is, we gaan stoppen. Goed, gaan we naar de volgende lijst. En die heb ik nog niet daar gehoord, want die heeft net weer in Italië gezeten. Dus die heeft nu iets geëxperimenteerd. PA5 Tango Yankee Sierra. Je moet alleen je 10 meter transceiver nakijken, want hij gaf een hele rare reutel. Voor jou de microfoon. PA5 Thijs, PI4 VGZ. Ja, daar moet ik wat aan doen dan, hè. PA5 Tango Yankee Sierra. Ja. Nou, inderdaad heb ik het 60 meter gebeuren vorige week mogen testen. S'avonds uur of 7:30 is 40 meter van Italië en Nederland is al plat. Is al te laat. Maar op 60 meter ging het nog wel. Een beetje 80 meter achter, maar dat zit er een beetje tussenin, hè. Misschien vond ik ook interessant, moeten we maar eens kijken. Ik heb er nog geen antenne voor. Dus ik moet er een dipool ervoor ophangen. Ja, maar officieel mag je nog niet zenden, maar ja.
Als de AT niet aan handhaving doet, dan maakt het toch geen zak uit. Maar ja, goed. Zie ze niet nou iedereen allerlei bollen geven, maar... Goed, dus om het netjes te dragen, dat mag nog niet. Tja, helaas, pindakas. Goed. Nou ja, goed, dat is het dan. Hè. Ik ga inderdaad zo proberen, ook van Italië, uit kijken of het lukt. Maar goed, zoals gezegd, ik heb nog geen antenne voor, dus die moet ik eerst gaan ophangen en doen en zo, dus... En mijn 991 is helemaal niet uitgebreid. Ik heb al gekeken wat ik allemaal doen moet, inderdaad. Nou, ik durf het zelf. Ik hoef niet tot donderdagavond dat te gaan doen, maar... Ja, goed. Dat is dus het eerste. Dat moet eerst uitgebreid worden. Het kan best zijn met zo'n moderne transceiver dat er een software-update komt... dat die band er gewoon keurig bij zit, maar... Uw vergadering is de hele maand november bezig. En als het allemaal helemaal officieel is, dan duurt het nog een half jaar, denk ik... voordat Jezus met een update komt. Dus, de 7100... Die kan het ook niet officieel. Misschien komt er gewoon een software-update voor dat soort apparaten, maar... Dan is die EU-vergadering helemaal officieel afgelopen zijn en bla bla bla, je kent het wel. Dat duurt nog een hele tijd. Maar goed, je kunt ook zelf ingrijpen in het setje en dan is hij gewoon, zit hij gewoon overal, dus... Nou, je ziet wel wat ik doe. Berend, jij de microfoon van Pa 5 Thijs. Ja, klopt Thijs, klopt hè, want de FT2000 ging het officieel ook niet. Maar met een hele kleine modificatie is hij gewoon all-mode, all-band. En loopt hij gewoon TRX ook helemaal door. Hè? Hele kleine, simpele soldering. Eventjes aanbrengen en klaar is Clara. Ja goed, dat is voor de anderen. Dan gaan we even snel naar Hoogland. Want die greep natuurlijk in. Want die hoorde natuurlijk wat ik vertelde over, over het 60 meter band gebeuren. En misschien heeft hij nog een leuke aanvulling ervoor. PH4XPI4VGZ over. Ja, oké, Berend. Ik mag er officieel niks over zeggen. Maar een hoestende man in regio's die wist mij te vertellen dat we 16 november de staatscourant in de gaten moeten houden. Dus... Dat moeten we dan maar doen, hè. Verder eigenlijk geen nieuws. Afgelopen woensdag waren er examens. N-examen staat op de website. F-examen doe ik straks even. En als het goed is krijg ik in de loop van de dag ook binnen hoeveel kandidaten er waren, hoeveel er geslaagd zijn, hoeveel er gezakt zijn, et cetera. Maar dat is net te laat voor deze ronde, hè? Helaas. En verder 60 meter. Niet te druk op maken, doe ik ook niet. Microfoon terug van PH4X. Nee. Nou, ik ben het de ene kant met je eens, niet te druk om maken, maar de andere kant. Ja, er wordt nog wel eens geschopt alle kanten op. Van bla dit en bla dat tegen bepaalde amateurs. En nu heb ik het tegen de F-amateurs die al die illegale verbindingen maken. En ik heb ze al gehoord hier hoor. En met name met de call alles erbij hoor. Dus ook de F-amateurs moeten zich aan de regels houden, hè? Ja, dat is zo, hè. De onrust is natuurlijk veroorzaakt door Agentschap Telecom zelf. Door de communicatiebiep die zei, het mag gewoon. En later belde, ja, ik had de vraag niet goed begrepen. Ik zei, nou ja, welk deel van mogen zendamateurs nu uitzenden? Vraagteken. Was al duidelijk. Er was echt geen woord Chinees aan, hè. Zeg gewoon, ik heb een fout gemaakt. Ik heb het niet begrepen. Ik ben dom. Dan kan dat hersteld worden, hè. Dus, 60 meter is een leuk bandje. Ik heb zelf Amerika, Canada, iets in Afrika, iets in Australië al. Dus volgens mij de hele world all continents. Maar dat was al een maand zo, hè. Ik luister al maanden op 60 meter JT65. Die zet ik overdag gewoon aan. En bij thuiskomst kijk ik eens wat ik allemaal ontvangen heb, als een soort reverse bacon. Alleen laatst dacht ik, lette ik niet op, en toen, ik denk een maand geleden of zo al, toen dacht ik dat ik vrolijk op 80 zat, maar dat was niet zo, hè. Zo had ik de hele wereld door elkaar. Het gaat redelijk makkelijk op die band. Dus, dat is even de staatscourant van 16 november in de gaten houden. Ik heb zelf nog contact gehad met de voorlichter van AT. Ik heb er ook een hele duidelijke vraag neergelegd van... Hey, vrienden, er ligt een verzoek van de Veron om het 40 meter band van Novaïs uit te breiden. Agentschap Telecom stond daar niet onwelwillend tegenover. Het lijkt mij makkelijk dat het gewoon in één keer gebeurt. Hoef je niet twee keer het beleid aan te passen. Daar zou de voorlichter op terugkomen.
Ik vrees dat zij verhaal moet halen bij George. En George die zit in Wenen met 15 anderen. Ik heb daar nog niets van gehoord. Dus ja, ik hoop dat ze dat ook mee gaan nemen. Hè. Dat voorkomt een hele hoop NF-discussies. En dat geeft Novices ook de mogelijkheid om, zeker nu het vroeg donker wordt, toch wat meer te doen op 40 meter. Want 20 meter is dan als een dood als een piertje. Hè. Dus het zou mooi zijn als ze ook dat tegelijk meenemen. Nou, verder gisteren bij de Dag voor de Radioamateur geweest. De Veron-dag, zoals jij het noemt. Het staat de VSTA vrij om natuurlijk een soortgelijke dag te organiseren. Ik denk, als je schopt, dan moet je het goed doen, hè. Veel mensen gesproken, ook uit Hilversum. Ik was er pas om 1 uur. 2 uur. Dus ik heb, toen ik kwam, ben het eerste alweer ingebroken. Niks spannends gekocht, op een handje Tetra portofoons na. Dus dat was het wel. Nou, mocht ik die examenresultaten hebben, dan hoor je het, Berend, voor volgende week. En ja, verder 16 november staat Courant bladeren. Ik hoop ook dat, net wat ik zeg, ik heb het communicatie er nog aan herinnerd. Maar ik hoop ook dat ze Novices dat stukje 40 gewoon meteen meenemen. Hè? Of de hele 40 meter band van mijn pad. Veel makkelijker dan die halve bandjes. Is iedereen weer blij van Papa Hotel 4X-ray? Ja, zeker, Randy. PH4X, PI4V. Ja, joh. Maar je weet hoe ik het schoppen bedoel natuurlijk, hè, Ai? We zijn zend amateurs en we doen het gezamenlijk. Alleen, ik herhaal wat de algemeen voorzitter van de Veron vertelt in een interview in de krant. Genaamd de Telegraaf. En het is echt een heel leuk interview. En er staat echt een hele leuke dingen in. Alleen hij zegt niet dat het de dag van de radioamateur is. Hij zegt de Verondag. En de VZA heeft ook zo'n dag. Alleen wij noemen het niet de VZA-dag. Wij noemen het gewoon de rommelmarkt op de Jutberg. Maar dat is een van de grootste VZA-rommelmarkten. En tegenwoordig ook niet meer helemaal onder VZA-vlag. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar wij zullen er niet gaan zeggen van... Ai. Nee, maakt niet uit, Randy. We snappen wat we elkaar bedoelen. Alleen als je dan de dag van de radioamateur zit, dan moet je niet in de krant zetten Verondag. Want dat klopt wel niet helemaal. Maar goed, we gaan snel naar de volgende. En ik ben niet geweest bij de Amerika Hall, laat ik het dan zo zeggen. En ik zal er ook niet komen, maar dat is een andere reden. We gaan naar de volgende op mijn lijst en dat is Jan. PA0 Mike Whisky, PI4VGZ. Hè? Ja, hè, eindelijk is hij er. Wie zei dat nou weer, hè? Dit is PA0 Mike Whisky voor PI4VGZ. Oké, prima. Ik ben afgelopen donderdag even naar de Dag voor de Amateur geweest. Ja, zo heet hij toch, Dag voor de Radioamateur. Ik heb aanstaande donderdag een korte reportage van het huishoudelijk deel gemaakt. Waar is dat allemaal te zien was en zo. Dat komt aanstaande donderdag aan de beurt. En wat de 60 meter band betreft, dat wacht ik maar even op. Wacht ik maar even af tot het zover is dat je erop mag zenden. Anders wacht ik daar rustig mee. Ik maak me er ook maar niet verder dik over. Ja, waar ik me wel dik over maak, ik heb verleden week gevraagd ook. In mijn ronde van afgelopen donderdag. Of ze jou bij jou op willen geven als eventueel opvolger. Dat lijkt me een goede zaak natuurlijk, dat je dat ook even voordoet. Mocht je mogelijk geen problemen hebben, of mocht je problemen hebben met de zondag, dan kan je ook in onze ronde opgeven, dan geef ik dat gewoon aan jou door. Nou, spijt me te moeten zeggen dat ik helemaal niet mee kan geven, want toen ik dat gevraagd heb, en dat is een speciale uitspatting van de afdeling Het Gooi hier. Als je iets vraagt, wat een beetje lastig is, dan kan je de band volkomen platleggen. Dus ineens of iedereen verdwenen is. En het gebeurde ook hier. Ja, wat moet je ermee als je daarom opvolgen wil met zo'n afdeling? Dan voel je dat het moeilijk is. Voor mij ook zal die dag een keer komen dat ik het moet staken. En dan zal ik hetzelfde probleem hebben. Of liever gezegd, ik liep maar wel mijn bestuur. Zodoende. Ik hoop dat het alsnog lukt. Ik zal het blijven volhouden dat ze het ook bij ons mogen opgeven als het probleem met zondag. En dan wou ik het tot verder bij laten. Want daar kan je gewoon niks mee, hè. Goed, dat was van mijn kant, Beert. Bedankt voor alles wat je gedaan hebt al die jaren ook. En we zullen blijven volgen. En jammer als er niet meer komt. Maar ik hoop dat er natuurlijk wel iemand komt. PI4VGZ, PA0 Mike Whisky. Ja, stikkend Jan. PA0 Mike Whisky, PI4VGZ. Ik maak me er niet zo heel erg druk om. Ik denk dat er blijft heus wel een stukje, een soort van rondetje bestaan.
let maar op, want iedereen die is het zo gewend om 12 uur op zondagmiddag QFV te zijn, dat ze gewoon onderling QSO beginnen. En de meeste tijd na de ronde barst ook wel eens het QSO helemaal los. Hè? Dus, ja. En dat is eigenlijk ook de bedoeling. En de meesten die voor de presentielijst zijn, vind ik leuk om weer te horen. Maar er zijn er ook een heleboel die zich niet inmelden en die gewoon op een andere manier kenbaar maken, Jan. Maar goed. Ik ben aan het einde van mijn lijstje gekomen. Dat betekent dat ik nog eventjes ga luisteren naar eventuele nieuwe inmelders voor de Gooise Ronde. Papa India 4, Victor Golf Zulu. PE1 GDP, met de P. Hey René, PE1 GDP, genoteerd. En wie staat daar onderdoor? MPD2 HP, voor de P, Berend. Een goeiedag Piet, PD2A, PE voor de P. Zijn er nog meer? PA3 Bravo Whisky Kilo, ook voor de presentielijst. Ja, goeiedag WK, heb je gisteravond tv gekeken? Nee, wat dan? Andy Fortum is weer terug. Wat? Ja. Oh, leuk. Maar was er een wedstrijd? De Grand Slam of Darts is bezig en gisteravond mocht de derde partij, meneer Lewis, tegen meneer N. Ik weet niet of ik hem heb opgenomen, dus vertel de uitslag maar niet. Nee, maar super de super. Hij opent als eerste worp meteen met een 180. Oh, dat is wel cool. Ja, heel cool, maar dat moest ik eventjes kwijt. 180 euro? Nee, dat is communicatie tussen een bepaald amateur met een ander amateur die elkaar begrijpen, Thijs. Geen idee wat het over gaat. Het gaat over darts. Zijn dat mooie... Kun je er zitten? Nou, ik was helemaal dubbel. Maar goed, ik was nog eventjes bezig met mijn lijstje vol te maken. Ik ga kijken of er nog meer e-mailers zijn voor de Gooise Ronde. Het is Papa Alpha 3, Bravo, Delta, Delta. En ook met een peetje. Goeiedag, Bert. PA 3, Bravo, Delta, Delta. Ja, dat is het hardste. Wie staat er onderdoor? PD5, GDO, Berend, met een P. Dat ken ik even niet verstaan. Probeer het nog eens. PD5, GDB, met een P, Berend. D5 is heel moeilijk te verstaan. Ik zal haar zeggen dat je vinden, maar... PD5 GDP. Ja, maar het klinkt heel vervormd. Het is blokgolven. Het is echt, echt heel vreselijk wat die man doet. Ja, PD5 VDP. Kijk je transiertje even aan, want dit klinkt echt absoluut niet... Ik weet al wie je bent, maar het klinkt niet. Lijkt me kristalmodulatie. Ja, daar leek het wel een beetje op. GDP, hè? Golfdelta papa. Nee, dat is een E. Ja, wat ik net zeggen. Nee, dat is GDP. Maar ik weet ook wie het is. Het is bijna mijn buurman zelfs. Maar goed, ik ga kijken of er nog meer zijn. PI4V gezet, luister nogmaals. Zo beter, Berend? Nee, het lijkt wel of je met een koolmicrofoon zit. Nee, helaas. Dit is PI4V gezet, die luistert verder. Ik hoor iemand zich inmelden, ik weet niet wie het is. Gaat niet, sorry. Goed, dan ben ik aan het einde van mijn lijst gekomen. En het is ook precies 12:30. Dat betekent dat ik de ronde ga afsluiten met te zeggen... Dit is en was PI4 VGZ. Verenigingsstation VRZA. Afdeling het Gooi. Voor degenen die zich alsnog willen aanmelden als rondeleider... voor vervanging van deze rondeleider... na 29 november... kunnen dat doen eventjes per e-mail op pd1alo@vrza.nl. Eventueel in een van de beide rondes. Anders dan is het jammer, dan is het 29 november echt over. Dit was Papa India 4, Victor Golf Zulu. Bedankt, Piers.
Ja, niet zo danken. Dankjewel, Berend. Sketchje op 60? Nou, 54 of 3, 54, 50 zit een weather station, hè? Dat is Volbet. Fiscal Volbet, moet je maar eens naar googelen. Ja. Ik heb op het Barnet al wat belangrijke frequenties op 60 meter gevonden. Waar we de andere landen als kanalen zitten. Want wij krijgen het vrij als vrije frequentie 53, 50 of 54, 50. Maar in Engeland, Italië en alles hebben we vaste kanalen, hè? Oh, vertel. Sommige landen niet. Op dit moment wordt er tijdens de WSC gediscussieerd. Bepaalde landen zijn echt tegen de allocatie. Denk aan Frankrijk, denk aan Rusland. Afrikaanse landen die zijn op zich wel voor, maar die willen een kleiner stuk hebben. Dus er wordt nu gesproken over 5350 tot 5400, om die toe te wijzen. We hebben wel de secundaire status en we hebben, als agentschap Telecom het gaat wijzigen, een tijdelijke toewijzing. Die loopt tot 1 januari 2017 uit mijn hoofd. En tegen die tijd, afhankelijk van de uitkomsten van de WAC deze maand, zal er uiteindelijk wereldwijd een stukje moeten komen, hè? Net zoals de 160 meter band geharmoniseerd zal worden. Maar dat is pas in 2019. En de 60 meter band ook wereldwijd geharmoniseerd moet gaan worden. Dus we wachten dat wel af. Maar de allocatie die agentschap Telecom gaat doen is tijdelijk tot 1 januari 2017. En ja, het zijn dial frequenties, hè? Dus 5450. Volbet zit USB, ja, daar mogen wij niet komen. Net zoals ik ook geen CW mag bedrijven op 7 MHz rond. Want CW is LSB, dus bij signaal valt dan buiten de band. Dus op zich is daar niks spannends aan. Maar er zijn meer van dat soort stations. En die zijn natuurlijk wel ideaal als baken te gebruiken. Ja, klopt, daar was ik gewoon bezig, hè. Nou goed, ik heb op het Barnet heb ik gevonden dat Engeland, Finland, Groenland, die hebben eigenlijk, ja, eigenlijk zijn die drie landen hebben drie vaste frequenties. Nee, ik heb verkeerd. Engeland en Finland, die hebben drie vaste frequenties bij elkaar. Die hebben 53,68, 53,66,5, 53,73, 53,51, 71,5 en 54,53,98,5. En dan zijn er nog meer frequenties, dan heb je nog 5405 voor Portugal en Ierland. En dan afwijkend naar alles heeft Denemarken weer 5350 op de 5447. En we mogen al vanaf 5250, maar wij niet. En Noorwegen wachten op 5260 tot 5410. We gaan het zien, hè. John, pak hem. Ik ga even snel naar het toilet. En dan kom ik zo terug. PH4X. .com. En dan 60 meter. Hoppa. Ik ga er gewoon even op zoeken. Het is gewoon meters, moet je schrijven. Ja, hij komt er al aan. HF-Link, leuk. Hey. Ik ken die website niet, maar ik heb hem gevonden, John. Ook vertel, hoe heet die zijn? En dat is een schijfje, een beetje daar. Ja, het HF-link linkje, het logootje, lijkt een beetje op Glarus. Haal dit URL eens, Berend, want ik hoor het er niet. Oké, voor jou PAEID, het is hflink.com/60meters. Dus H
hflink.com/60meters. Ja, Roger, dankjewel. John is hier ook poepzacht. Hoe krijg je dit voor elkaar? Ja, met de porto, joh, dat maakt niet uit. We kunnen hem horen. Maar daar staat dus, er staat ook leuk. Een standaard diepooltje, hoe groot die moet wezen. 2 x 13,4 meter. Nou, dat is kun je leuk weer met die G5V doen, John. Ik heb er nog een. 60 meter. Ja, ik ga eerst deze even uitpluizen. Ik ga deze eerst even helemaal uitpluizen. Ziet er wel leuk uit. Ja, 2 x 13,4 meter kan ik nog wel kwijt hoor. Ja, daarom. Kun je ook met een hoedje maken. Stupje. Op je 40 meter die pootje. Ja, dat kan ook. Is dit harder? Dit is een stuk harder, Jan. Ja, het is low power. PNO Echo Tango Echo. 60 meters online.net is er ook nog. 60 meters online.net. Ja, ja, ja. Maar ik zit even te kijken meteen. Wat is dan maten voor antennes? Maar ik heb natuurlijk weer een idee in mijn hoofd al. Want ik heb natuurlijk een 40 meter. Dan kun je toch ook een mooie dualband ervan maken. Een dualband 40 meter, 60 meter. Audi van 2 x 13,40 meter? Ja, klopt. Dat gaat helemaal niet. Ja. Het zit toch geen harmonisch, hè? Het zit er tussenin. Je kan wel ook een dualband antenne maken van je eigen antenne. En waarom zeg jij dat kan niet, meneer Thijs? Het is geen harmonische van elkaar, dan kan het wel. Nee, dat hoeft toch helemaal niet? Jawel, werk je trap niet. Nee, het trap werkt niet. Een verlengstukje wel. Ah. Ja, nee, ik hang gewoon diep al op. Ja, het kan wel, maar ja, kijk, het groothandelboek zegt natuurlijk niks, want ja, band bestond helemaal niet. Maar ik kan er gewoon zelf aan rekenen, man. Ja, maar het is wel leuk om zoiets ook uit te vinden meteen al. In plaats van een standaard dipool 80-40, wat natuurlijk wel vrij logisch is, een 80-60 maken. Of een 40-60, dat is het leukste. Ik heb een vertical, nog leuker. Je hoort helemaal niks op 7077. Ja, ja, ja. Het zit er dicht bij elkaar, het wordt lastig met een trap. Ja, nou, mijn antenne doet het al. Ja, ja, ik kan alles tunen, dat kan ik ook. 60 en vet. Ja, je gaat geen stralende dubbeload maken op BBK. Nou, ik denk dat was meegevallen. Ja, maar je hoort het. Er wordt veel digitale modus gedaan daar, hoor. Ja, er is ook een digitale modus. Heb je geen bal aan? Nee. Maar ik hoor alleen maar iemand praten over JT65. Dat vind ik zo'n preut ding. Nee, ik heb al de hele tijd helemaal Engels horen toeteren met elkaar. Dus dan wordt er wel ook getoeterd. Op de rand van de band, op die 450, is een Engelse station. Nee, in Ierland zit dat ding. Nou, dat hoor ik hier altijd, dat is een mooie baken. Maar ja, wat dat bandeinde betreft, op 7.2 zit al een hele tijd de LSB, een hele club thuis te stellen, dacht de ouwe hoeren. Dus ze zitten ook allemaal over de band heen, over de bandgrens heen, maar ja, tekst er niemand er reeds van af. Nee, want die zijn de LSB, dus dat valt erin. Ja, wel heel krap dan. Als je hebt 7.2 uitzendt, LSB, dan is dat signaal dus van 0.3 tot 2.7, of tot, ja, laten we uitgaan voor 3 kHz, dus 2,7 kHz eigenlijk. Maar de onderste 300 Hz nemen we niet mee. Dus als je op 702 LSB zit, is het prima. Maar zit je op 700 USB, is dat prima. Maar zit je op 700 CW of LSB, dan val je weer buiten de band met dialfrequenties.
Ja, dat klopt. Moet je niet eruit schreeuwen daar op 7.2. Maar goed, maar op die 7.4 hour zit die station in Ierland. Dat kan ik je altijd haast horen. Dat is een mooi baken. Ik hoor altijd op 702 gespletter van Radio France International op 7205. Nee, met een goede set kun je daar gewoon op een gemalen horen. De hele dag ouwen. Die zat eerst op 7.1, dat clubje. En toen die band werd uitgebreid, zijn ze naar 7.2 verhuisd. Ja, een soort 11 meter babbelkanaal. Ja, ik hoor hem hier. Wie hoor je? Op 5195 zegt John, maar die zit volgens mij met de Porto, zit een baken. Oh, wat is John met zijn antenne kapot dan? Wat is hij aan het doen? Niks, ben je al, ik hoor tegenwoordig al. Als je dat pesten met een heel zacht signaal, omdat je dat leuk vindt. Ik heb gehoord dat hij zelfs in Italië nog binnenkwam. Het baken dat zit op 5195 en dat is een Aurora baken en dat zit ook op 10.144. Ja, maar waar staat dat ding dan? In Kiel, de Universiteit van Kiel. En het is opgezet door een admiraal van de Nazi-marine destijds. En ze hebben het daarna gewoon voortgezet. Het is een mooie website van dk0whiskycharyyankee.deltaeco. Met foto's. Delta Kilo 0 whiskycharyyankee.deltaeco. Oh, enorm. Nou ja, goed. Eerst mijn antenne maken en een bakje uitbreiden, maar zo kan ik niks. CW-baken. Als je pech hebt, dan vat bij 9100 ook, dan ontvangt hij zelfs niet buiten de band. Wie ontvangt niet buiten de band? Ik zeg, kun jij zelfs niet ontvangen buiten de band? Die 9100 van mij, die ICOM, die had het ook, hè? Wel op HF trouwens, maar op 72 ontving die zelfs niet buiten de band. Dus vandaar dat die diode eruit moest. Ik modificeer doorgaans mijn sets niet, hè? Die komt niet op rare frequenties. Niet meer. UF zit me sowieso niet buiten de band. Dan gaat hij alleen maar plat. Filters zijn heel belangrijk. Maar hij heeft gewoon een general conference stand. En dan kan ik gewoon op 74 meter zenden en ontvangen als ik zou willen. Alleen voor zenden moet er een diodetje hebben. Een eilandje gesolteerd worden, heb ik gezien. Nee, ontvangen doet hij sowieso. Maar ja, met een software update is het gewoon een amateurband die erbij kan. Maar dat duurt natuurlijk heel lang. Ja, oké. Okay. Hey, jij zit nou in Italië, toch? Kom je daar naar wijs, 2-5. Ja, maar jij hebt jouw head bij je. Ja, als je je hoofd er niet bij houdt, dan gaat alles fout. Zullen we eens, waar zit jij op 40 meestal? Nou, meestal uur half 7, want tegen 7 is het al bijna plat. Nou, ik kan wel 40 doen, dat is geen probleem. Zijn er ontbijten maken en zo, maar ja, 40 meter gaat uitstekend. S'morgens gaat het ook goed, maar s'avonds zit het naar 7 al plat hoor. Ja, dat uurtje is vervelend hè. Dus, nou, ik hoor lokaal heel weinig, ik heb een verticale stick, dus heerlijk rustig. Maar ja, de eerste skip is 1000 kilometer verder. En op afstand merk ik wel dat het stukken beter gaat. Ja, dat klopt, dat zou eigenlijk prima moeten gaan. Maar ja, het is druk op 40 nu. Ik heb natuurlijk heel veel lokale Italianen die alles pletten. 7077 gaat ook heel moeilijk. Er zijn Italianen eroverheen te bleren. Ja, je hoort niet wel Nederlanders daar. Ja, lekker rustig daar. Ja, dan doen we wat op 7077, kijken wat je hoort. Nee. Maar kom bij Z niet. Die komt op 7076 en dan ploep 7078. Maar 7077, daar wil die nooit blijven staan. Jongen, jongen, jongen. Half Nederland zit erop. Nou, geef me een andere frequentie en even zoeken. Oké, 88 rond is zo stil. 7151. Daar mag je N komen. 88 zei je. Ja. Hey, dag Jan. Ik hoor MRS. Kom maar uit. Ik kom bij 6 man tegelijk. Ik hoor Jan en ik hoor
Delta. God, nee hè. Baan is ook wakker. Oei. Papa. Ja, waar is die verticaal nou, Randy? Hallo, Randy. Ik hoor hier heel in de verte. Ah, je bent breed in beeld. Papa, houd ook die in. Even kijken of ik... Ja, uitstekend. Ja. Ik hoorde drie andere mensen ook nog. Ja, hoor ik ook al. Nou, ik kom wel even 40 terug, want nou wordt er chaos. Ja, BNLB landen ook even mee praten. Nee, dan Berend. Oh, sorry, Dennis. Er wordt een probleem. Dan moet je een korte golfset neerzetten bij jou, Dennis. Ja, ik moet je sowieso nog even hebben, maar dan moet ik wel gaan bellen. Er zijn allerlei moeilijke toestanden aan de hand. Nou, oké, okay, geen probleem. Ik ben gewoon thuis, dus ik hoor het wel. 1LB per 4X. Hey, die had ik dit jaar nog niet gehoord. Dag Dennis. Nee, daarom. Dus dacht wij die kans niet ontnemen om dit jaar af te sluiten met een bijzondere call. Ik zou het bijna opnemen dit. Volgend jaar betaal je 31 euro per QSO, toch? Ja, dat valt voor mij, maakt het niet uit. Ja, is goed. Hey, ik ga even naar de koffie. Ik luister zo wel op 88. Waarom zeg je dat nou, John? Nu is iedereen stil. Niemand durft meer wat te zeggen. Mag ik wat zeggen tegen Dennis? Ja, Dennis is nog gebleven. Dennis zit er nog, 1 en de B. Nice. Ha. Gelijk doen hier. Ja, ik heb je een mailtje gestuurd, Dennis, over dat Sony gaat doen. Dus als je daar tijd voor kan maken, zou mooi zijn. Oké, ik zoek, loop zeg wel even langs mijn mail, dan ga ik wel even voor je kijken. Oké, nou, ik ga even naar 40 meter, want het is druk. Oké, succes. Wat druk hier. Nooit gehoord had. Oh ja, Dennis, zijn er wat groene stokken die hier naartoe moeten via Velex. Kan je dat ook regelen? Wanneer gaat er iemand naartoe dan? Even kijken, die heeft Peer gekocht. Want die van mij staat op het dak bij jullie, dus ik heb nou een nieuwe. Die gaan naar de radiokelder. Die keer bij Felix dumpt, maar die komt eind november hier naartoe. Oké, regel ik. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld, ik weet het. Nee hoor. Ik heb de hypo knopje gevonden. Dit is PNL Echo Tinglica. Duidelijk waarneembaar, Lord Peter John. Ik was helemaal kwijt hoe ik QRO moest werken. Dat was ik helemaal vergeten. Ik kon het knopje niet vinden in het menu. Je was lopen ook prima te nemen hoor. Ja, maar er waren toch mensen die dachten dat ik op een porto zat. Nee hoor. Ja, die andere is een mislukte antenne. Heel slecht met 200 milliwatt. En dit is een 5LMS-jager richting Gooi. Met, mag ik dat zeggen? Ja, volgens mij mag dat op deze frequentie 250 watt. Was Dennis nog wakker? Ja, Dennis is wakker. Dennis heeft het gehoord. Dennis heeft gezegd geen probleem. En Dennis zit net je mailtje te lezen. Ja. Die stokken wil Peer natuurlijk geld hebben. Dus je moet je even voorschieten dan. En dan maak ik het wel over en zo, want ja, Peer wil natuurlijk wel dat hij heb het voorgeschoten, begrijp u? Goed. Eigenlijk had ik gezegd, ja, moet je bij René zijn, want mijn stokken zijn op het dak van de club verdwenen, maar
Daar doe ik niet moeilijk over. Dus als je Pier even dan een vergoeding geeft, dan is hij ook weer blij. Ik regel dat thuis, geen probleem. Oké. God, Pier, zou dat eens wat mee schieten.